mensen, en super tof dat jullie allemaal weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Ik ben Kjell, dit is Julia en ja, waar ik het eerst even over wil hebben. Ik heb nu een vlog verwijderd, vlog 3 van de Eemof. Dat doe ik vaker en ik kijk dan niet goed, ja. Dat kan iedereen wel eens een keer overkomen. Maar ik vind eerst even over dat onderwerp, 2 onderwerpen. Eerst even over dat. Wat stemmen, ja, wat willen jullie? Zou ik doorgaan? Want ik weet het niet meer zo goed. Ik ben het editprogramma, daar ga ik ook nog wel een andere dan voor kiezen. Zou ik doorgaan en dan een nieuwe start maken? Dus alle filmpjes verwijderen. En dan helemaal opnieuw beginnen. Echt die vlogs leuker maken. En dan gewoon weer op de zaterdag en zondag om 6 uur een nieuwe vlog. Zou ik dat doen? Keuze 1 is dat. Keuze 2 is dus, zou ik toch gewoon doorgaan en gewoon ja, denken van, nu is ik verwijder een paar keer een vlog en we gaan gewoon door. Dat is keuze 2. Of keuze 3 is gewoon van, zou ik gewoon stoppen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat je voor keuze 1 kan gaan. Alle filmpjes eerst verwijderen? Keuze 1. Maar dus alles verwijderen? Ja, maar... En dan gewoon een hele nieuwe, frisse start. Ja, onderwerp 2. Ik kreeg gisteravond, of eergisteravond, een mailtje van de... Nou, een mailtje, een Instagram bericht van de VPRO. Dat ze mij misschien wouden hebben als presentator voor een programma. Dus dat vind ik echt, lijkt me best leuk om te doen. Maar als dat, hè, als dat zo is en ik ben daar veel tijd, dan stop ik helemaal met You. Maar dat weet ik nog niet. Ik moet eerst nog, hoe heet dat? Een video maken, ja. Maar die doet het nog. Maar in ieder geval... Wat kiezen jullie? Ik weet niet zo goed. Ik zou zelf niet om jullie een beetje van het spoor weg, maar van het spoor weg, om jullie een beetje aan te dringen. Maar ik zou zelf 1 kiezen. Dat is gewoon alle video's voorbij. Ja, maar jullie moet niet vallen. Dus laat in de reacties weten wat je wil. En dan ga ik daar even kijken samen met jullie wat we precies... gaan doen. Maar voor nu, keuze bedankt. Die keuze 3 ook niet. Nee, nou, ik weet het niet. Jullie mogen het kiezen. En ik ga dan kijken of het goed is, ja of nee. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Doe die blauwe duimpjes omhoog. Abonneer gelijk dan hier beneden. En dan zeg ze altijd, later. Tot de volgende video. Wow. Stemmen, hè. Even stemmen.